iedereen roemde altijd de boom in hoofdletters op de kasteelplaats. De boom legt het loodje. Er zit een haarscheur in die in de kwestie van een paar weken flink langer is geworden en nu ook breder. Als je kijkt naar het gewicht van zo'n gigantische reus, ja, dat risico kun je gewoon niet lopen. Dus alle deskundigen zijn er drie geweest, die zetten alle seinen op rood. Daar staan huizen, er lopen mensen. Je kunt het risico gewoon niet meer lopen. Het doet natuurlijk ontzettend veel pijn, maar ja, ook een boom heeft nu het eeuwige leven. Tot 1870 stond hier het Huis te Druten. Dat poorthuis en het Huis te Druten zijn uiteindelijk in 1870 gesloopt. Maar wat er overbleef was een enorme laan. Uiteindelijk werd ook die bomenrij gesloopt. Op de een of andere manier heeft men één boom gespaard. Mijn overgrootmoeder is hier geboren. En zo hebben mijn ouders in 1934 bij hun huwelijk een schilderij van het kasteel cadeau gekregen. Het aardige is dat die boom in jeugdige vorm ook op dit schilderij staat. Kunstenaar Cor Litjes zal hij met het hout van deze boom nieuwe dingen maken, zodat de boom toch voortleeft in Druten.